vind dat er in het onderwijs eigenlijk veel te weinig ondersteuning is voor ICT. Dus je kan bijvoorbeeld een Chromebookkast vol met Chromebooks aankopen, maar als de leerkrachten niet weten hoe dat ze die toestellen zinvol moeten inzetten tijdens de lessen, dan blijven die toestellen gewoon in de kast liggen. Dus we willen dat elke investering in hardware ook een stuk return heeft voor de leerkracht. En daarom hebben wij pedagogisch budget in leven geroepen, waarbij dat elke school, wanneer dat zij een device bij ons aankopen, krijgen zij voor elke beheerde licentie 5 euro pedagogisch budget. En met die investering kunnen zij dan bepaalde opleidingen bij ons gaan inplannen. We hebben een heel ruim aanbod aan pedagogische ondersteuning voor scholen uitgewerkt. En dat budget dat we toekennen is een impuls om daarover na te denken en daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk willen wij vooral de focus leggen op het pedagogische aspect en niet zozeer op het toestel. En willen wij vooral ook dat scholen de aangekochte devices op een goede manier kunnen gaan inzetten. En dat kan je maar met een aangepast traject op maat van de school. Voor veel scholen speelt het financiële aspect een grote rol. Daarom is het absoluut ook een meerwaarde en een pluspunt dat er 5 euro per beheerde Chromebook aangeboden wordt om vooruit te gaan met de kinderen. En dat geeft ons een extra duwtje in de rug om dit toch als school te kunnen aankopen.